Het is juli 2020. We rijden nu in Wageningen. Wij gaan naar de camperplaats Rijnhaven. En die zit op de Papstsendam nummer 2. Ze hebben daar maximaal 5 plaatsen met een maximale lengte van 10 meter. En nou ja, het was ongeveer 1,5 kilometer vanaf het centrum, maar hier staat dus ook een bord, centrum linksaf. Oké. Ja, camperplaats, zie je dat? Bordje? Ja. Maar hier staat ook in. Uitgezonderd werkverkeer en aanwonenden en zo, dat soort dingen. Maar, is druk. Het staat vol. Zie je dat? Ja. Nee, hier is nog plek, zie je dat? Ja. Maar. We hebben toch nog een plek. Had ik niet verwacht. Nou, dit is eigenlijk geen plek. Nee. Maar hier rechts staat er ook eentje. Dus ik denk, nou ja. We staan op de plek. En ik keek hier nog even. En hier is ook nog een plekje. Zie je dat? Er staan ook regelmatig auto's. Dan kun je het gras wel zien. Dus als dat hier vol staat, volgens mij is dat helemaal geen probleem. Waarschijnlijk wordt het ogenluikend toegestaan. En moet kijken. Doordat je toch een beetje in een cirkel staat hier, is dit eigenlijk nog mooier dan daar op die bestrating. We staan een mooi eindje van die camper af. En ook nog een heel eindje van de camper aan die kant van ons. We staan hier nu een uurtje, net even gegeten. En in die tijd zijn er daar 2 campers weggereden. En volgens mij daar ook nog eentje. Dan zijn er 3 weg. Dat is eigenlijk wel het mooiste plekje daar. Als die weg gaat, misschien zetten we hem daar wel neer. En hier heb je dus de haven. Daar is het havenkantoor. Het is niet de jachthaven. Nou, hier heb je dus de betoncentrale. We zijn er al. Dat doen we vaak, hè. Als we een video maken, laten we alles even zien. Dus de mooie uitzichten, maar ook het minder mooie. Maar als je van dit soort schepen houdt, is dit natuurlijk ook wel mooi. En daarachter ligt nog een boltjalk. Daar links, die grijze. Zoiets hebben wij ook nog gehad. Daar hebben we een jaar of 5, geloof ik, of 4, hebben we daar ook gewoond. Als je voorwaarts gaat staan, zoals deze buren. Moet je kijken wat een uitzicht je hebt hier aan de voorkant. Echt mooi. Nou, nog even een zonnetje erbij. Dan is het helemaal prachtig. Wij gaan nog even de stad in. Of in ieder geval even een boodschapje doen. Even kijken of het hier wat is. Hè? Want het lijkt me best wel een mooie oude stad. We lopen nu zo'n, ik denk, 5 à 6 minuutjes en dan lopen we hier midden in het centrum. De raast in de middelsnoord heelal met 2 miljoen kilometer per uur of zo, maar dat durfde je hem ook al niet te vertellen. Dat ze dan dus zullen zeggen, hij kon nog geen splitpen van een keilboot onderscheiden. Mooi, hè? Met zo'n oude auto, helemaal geïnspireerd geraakt om te sleutelen aan die auto en heeft een mooi gedicht van gemaakt. Prachtig. Het begint te regenen, dat is jammer. Maar hier bij de grote kerk, of tenminste de kerk is groot, heb je dus ook nog allemaal winkeltjes eromheen en terrasjes. Dat is wel even de moeite waard om hier even rond te lopen. Wandelroute van de Wageningse bovenste polder. Dat is vlak bij de camperplaats. Daar zie je de camper staan. Dan gaan we even door deze poort. Als je zo'n poort ziet, dat betekent vaak dat er ook... Nou, soms Schotse hooglanders lopen of zo, of schapen. En dat is anders niet zo erg. Maar dat betekent ook dat er af en toe poep kan liggen, hè. Ja, nou zie je ons huisje staan. Daar de kerktoren van Wageningen. En er moet daar ergens water zijn. We hebben het gevonden. En dan kun je even zien, daar staan de campers. Maar een klein stukje lopen. Heb je hier water. Ik zat te denken, hier kan ik mooi even met de kano varen. Alleen dit is een beetje een drekbende. Dus ik krijg het ding hartstikke vies. Het is nu de volgende ochtend. Het waait behoorlijk. En, even kijken. We hebben hem even op een andere plek neergezet. We stonden daar. Maar toen ging er op een gegeven moment een aantal weg. Dus we hebben hem daar neergezet. Dat was een officiële plek.
Ja, er zijn er toch weer wat bijgekomen. 4, 5, 6, 7, met z'n 8 staan we nou hier. En dat was hartstikke rustig. Alleen, daar lopen nou wat jongeren. En ik kwam hier net langs, heel hard zingend. Maar ja, het is ook wel, volgens mij, ik heb niet eens op de klok gekeken, volgens mij is het iets van 7:30 of zo. Dus. Geen probleem voor ons in ieder geval. Nou, kunnen we dit plekje aanbevelen? Ja, hartstikke leuk. Leuke plek, leuke start. Ik voel me een beetje tegen trouwens wat de oude gebouwen betreft. Ik had verwacht dat er heel veel oude gebouwen zouden zijn. Maar ja, hoe ik daarbij kom, weet ik ook niet. Maar dit is een prima plekje. En zoals nu is het hartstikke rustig wat de fabriek betreft, de betoncentrale. Door de week begint het al vroeg hier, dus hou daar rekening mee.